Lieve mensen, trouwe volgers van mijn video. Deze vlog is een totaal andere vlog als wat jullie van mij gewend zijn. En ik zal jullie uitleggen waarom dat zo is. Vorige week, maandag, dinsdag en woensdag, heb ik een cameraman meegehad in de vrachtauto om mij te laten filmen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met vlog 100 die volgende week woensdag online komt. De donderdag en vrijdag daarna, vorige week donderdag en vrijdag, zou ik dan gaan filmen voor vlog 99, deze vlog. Echter was ik woensdagmiddag rond 5 uur vanuit Apeldoorn onderweg naar huis, omdat ik mee zou lopen met mijn kinderen met de avondvierdaagse. Maar ben ik omstreeks 5:50 betrokken geraakt bij een vreselijk verkeersongeval. Ik ben aan de zijkant aangereden door een auto die totaal op mijn weghelft is gekomen. En daarna heeft hij zich frontaal op een achterliggende auto die achter mij reed, uiteraard. Daar is hij op ingereden en heeft hem zeer zwaar gewond het ziekenhuis ingereden. En vandaar dat ik donderdag en vrijdag ook niet aan het werk ben geweest en nog steeds nu thuis zit. Het is nu dinsdag, dus als jullie de video nu zien, heb ik dit gisteren opgenomen. Ben ik nog thuis, ik ga woensdag weer aan het werk. Maar dat is de reden dat ik dus geen beelden heb gemaakt voor vlog 99. Heb ik twee keuzes gehad. Ik kan natuurlijk kiezen om te zeggen, er komt helemaal geen vlog en we schuiven het allemaal een week op. Maar ik heb ervoor gekozen, omdat jullie altijd heel betrokken zijn bij mijn werk en altijd heel veel reacties plaatsen en vragen stellen, vind ik het wel nodig en ook een soort verantwoording naar jullie toe, wat er met mij gebeurd is en waarom ik dan nu deze video maak. Dus ik ga hier onder de video een link plaatsen naar het artikel over de aanrijding. Er zullen mensen zijn die het niet kunnen zien omdat ze geen account hebben, maar ik plaats ook wat foto's van mijn auto tijdens de aanrijding en daarna dat die in de bergingsauto van mijn oude werkgever ook nog hangt, van Delta Berging uit Ermelo. Tevens ook een partner van Logix. Het is dan vreselijk jammer natuurlijk voor mij om zo met Delta in aanraking te komen. Ik ben er goed vanaf gekomen. Ik heb alleen wat last van mijn linkerknie. Ik ben 180 graden omgedraaid. En in die draai ben ik met mijn knie tegen de deur aangekomen. Dus daar heb ik wat last van. Maar waar ik het meest last van had en wat nu eigenlijk een heel stuk beter gaat, is het geestelijke aspect, want ik heb echt ontzettend veel geluk gehad. Ik ben uitgeweken met de auto, waardoor die mij aan de zijkant heeft ingeramd, zal ik maar zeggen. Maar was ik een split second later geweest, had die mij frontaal gepakt. En dat besef dat het heel anders had af kunnen lopen, doet mij mentaal heel veel en raakt mij soms ook nog wel. Maar ik wilde dit jullie niet onthouden. Ik wilde dit jullie meedelen dat dit mij overkomen is. Het kan natuurlijk iedereen gebeuren en het hoeft nooit aan jezelf te liggen. Dat blijkt nu maar weer. Maar ik wilde jullie deelgenoot maken van dit feit. Daarom heb ik ervoor gekozen om dat filmpje op te nemen en als zijnde vlog 99 aan jullie te laten zien. Ik bedank voor jullie voor het kijken. Normaal zeg ik, vond je het een leuke video, geef een duimpje. Doe ik nu niet, want het is namelijk geen leuke video. In ieder geval, de aanleiding voor dit filmpje is helemaal niet leuk. Mochten er mensen zijn die andere mensen kennen die bij de aanrijding betrokken zijn, dan wens ik die ook heel veel sterkte. Inmiddels ben ik bij de vriendin van de jongen geweest die achter mij reed. Nou, die is voorlopig aan een hele lange weg bezig om te herstellen. Die is echt zwaar gewond. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier nog kan zitten om dit filmpje op te nemen en ja, jullie dit te kunnen vertellen. Rest mij niks om jullie te bedanken voor het kijken naar dit korte filmpje. En volgende week komt vlog 100. En ja, daar kijk ik heel erg naar uit, want ik heb 3 ontzettend leuke dagen gehad voor mijn ongeluk. En dat wordt gewoon leuk. Dat wordt een feestje. Ik hoop dat jullie dat ook zo gaan ervaren volgende week. Volgende week, vlog 100. Ik dank je voor het kijken. Tot de volgende keer. Hoi.